Hoi en leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Jullie hebben al aan de titel kunnen zien wat voor soort video dit is. Ik heb echt super veel zin om deze video op te nemen. De pakketten zijn net binnengekomen. Ik heb echt heel erg veel besteld. Voor als je het niet aan de titel hebt gezien, ik heb vandaag voor jullie een shoplog van Naked. Met de nieuwe collectie van Hannah Schoeneberg. Ongeveer 1,5 maand geleden is haar vorige collectie uitgekomen. Daar heb ik toen ook een video over gemaakt. Zal ik eventjes linken in de beschrijving als je die nog niet hebt gezien en die wel wilt zien. En toen een paar weken geleden maakten ze bekend dat er nog een collectie aankwam. De zwemcollectie. Met allemaal zwemkleding, maar ook allemaal cover-ups voor overheen. Leuke jurken. Dus toen ik dat zag, dacht ik, ik moet daar weer een video over maken. Ik moet weer heel veel uitzoeken. En dat heb ik ook gedaan. Ik heb echt best wel veel. Toen ik de foto's voorbij zag komen op Insta die ze had geplaatst, dacht ik ook alweer, ik moet gewoon alles hebben. En ik heb echt heel veel uitgekozen. Echt heel veel uitgekozen. Ik heb binnenkort ook een kortingscode voor jullie van Naked. Die is helaas nog niet geldig. Dus hou mijn Instagram eventjes in de gaten om te weten wat de kortingscode is. Die komt in augustus ongeveer eraan. Er is één pakketje die is nog niet binnengekomen. Die had ik namelijk ook later besteld. Want dat kwam later pas weer terug in mijn winkelmandje. Dat is als eerst deze jurk en dit topje. Dus die zal ik wel een keertje in de weekvlogs laten zien. Ik hoop dat het morgen of overmorgen binnenkomt. Dan kan ik het in mijn vakantievlogs laten zien of vakantie meenemen. Maar ik wilde deze video gewoon gelijk nu opnemen. Ik kon echt niet wachten met het dichthouden van deze zak. Het is letterlijk net 5 minuten binnen. Veel te lang gepraat. Ik ga de zak met alle items openmaken en aan jullie laten zien. Ik ga het passen. Eerste reactie. Ik word helemaal zin in. Dus duimpje omhoog als je het hebt in deze video. Vergeet je ook niet te abonneren op mijn kanaal. En dan gaan we beginnen. Trouwens ook 2 items voor Zoe besteld. Want Zoe die had nachtdienst. En deze collectie kwam echt super vroeg 's ochtends online te staan. Dus klein beetje, slaap jij maar lekker door. Dan bestel ik jouw items wel. Dus die zitten hier ook in. Je kan ook wel zien wat het kleurenthema is deze keer. Deze is voor Zoe. Dus die leg ik gelijk even aan de kant. Ik ga wel beginnen met dat jurkje die ik net liet zien in het blauw. Die morgen binnenkomt of overmorgen. Die heb ik ook in het wit besteld. Ik heb het in een maatje XS. En dit was dus een van de dingen die ik ook al op haar Instagram had gezien. En waarvan ik dacht, oh, ik moet dit gewoon hebben. Ik zit niet echt voor een goede kleurachtergrond met deze kleurtjes. Maar oké. Okay. Het is dus een knit dress. Het is een gehaakt jurkje. Hij heeft een beetje uiteenlopende mouwen. En verder is hij dus helemaal gehaakt. En eigenlijk is hij echt heel simpel. Het is niet een heel lang jurk. Ik denk dat hij net iets over je kont komt. Maar de rug is dus helemaal open. En ik vind dat zo mooi. Dit is echt zo'n jurkje wat je bijvoorbeeld overdag lekker over je bikini heen aantrekt. Zo had zij hem ook gecombineerd op de foto's. Ik had voor mezelf een lijstje gemaakt van oké, deze 4 dingen wil ik sowieso. En daar was deze een van samen met dat blauwe jurkje. Dus ik ben heel erg blij dat ik deze heb kunnen krijgen. En ik heb deze dus in een maatje XS. En deze was 38,95. Dit is het gehaakte jurkje. Ik moet zeggen, hij is wel echt best wel heet. Ook al ziet hij er heel luchtig uit. Het stofje is wel echt best wel warm. Ik heb hem nu over een bikini heen aan. Vooral die achterkant vind ik echt heel erg mooi. Die mouw vind ik ook echt heel erg leuk. Ik kan ook echt niet wachten tot die blauwe morgen binnen is. Want deze gaan bijvoorbeeld wel heel erg door. Maar ik denk dat je dan bij die blauwe minder hebt. Het zijn sowieso wel jurkjes wat ik alleen maar naar het strand aan zou trekken. En niet gewoon uit eten of zo. Maar echt heel leuk. Heel blij mee. De camera heeft af en toe een beetje kuren volgens mij. Want dan valt hij opeens uit. Maar ik heb hem weer even aangezet. Dit is in ieder geval het topje. Het is gewoon een heel simpel triangeltopje. En dan hier in het midden heeft hij ook weer zo'n ring zitten. Net zoals bij die bikini broekjes. Het touwtje loopt gewoon naar je nek. En achter naar je rug. Die touwtjes zijn wel echt heel erg lang. Misschien dat je die nog om je heen kan strikken of zo. Maar hier heb ik dus ook een maatje S van volgens mij. Of nee, ik heb hier zelfs een maat M van genomen. Maar kijk even hoe klein alsnog deze cups zijn. Ik ben heel blij dat ik hier een M van heb genomen. Maar ik denk dat dit wel moet passen. Dus dat is de bikini. Dan de blauwe bikini. En daarvan is dit het topje. Die vind ik ook wel echt heel erg mooi. Dit ringetje vind ik ook wel heel erg leuk. Maar hij staat een beetje schuin of zo. Misschien zou ik dan die band wat meer moeten draaien. Maar ik vind het kleurtje in ieder geval echt heel erg leuk. Ook in combinatie met het goud. Ik ben heel blij dat ik hier een M van heb genomen en geen S. Want ik wilde dus eerst een S bestellen. Maar het had echt niet gepast. Een L had op zich ook nog wel mooi gezeten, denk ik. Maar ik vind het wel echt heel erg leuk. Die touwtjes achter zijn wel echt heel lang. Dus ik denk dat ik die gewoon af ga knippen. Ik denk dat het idee is dat je het dan zo om je heen kan doen. Maar ik vind dat niet zo mooi bij mezelf staan. Dus ik ga het gewoon daar afknippen. Maar dat kan op zich ook wel. Maar dit is in ieder geval de bikini. Naar deze rok verder. En deze heb ik in een XS. En ik liet daarnet natuurlijk dat topje zien aan het begin die ik ook heb besteld, maar die nog niet binnen is. Dat leek me heel erg leuk om hiermee te combineren. Want
Officieel had deze rok een ander topje erbij. Ik weet niet, ik dacht, ja, ga ik het echt dragen? Dus ik vond die ander leuker. En het is toch van dezelfde stof. Maar het is dus zo'n soort sarong. Een hele lange van wit mesh. Dus hij schijnt door. Ik heb deze in een XS, maar hij ziet er best wel groot uit. Dus ik hoop dat ik hem pas. Maar ik kan hem natuurlijk gewoon zelf met het strikje kan je hem strakker en losser doen. Dus op zich moet dat wel goed komen. Dus vind ik ook echt heel leuk. Volgens mij hadden ze deze ook nog een beetje een groen kleurtje. En daar heb ik dus dat topje bij dat je zo hiervoor kan knopen om erop te dragen. Leek me wel heel erg leuk voor naar het strand of zo. Dus dat is deze lange rok. Deze rok was €38,95. Ik vind dus oprecht dat de collectie nog best wel aan de goedkope kant was. Soms heb je echt collecties dat je denkt van, nou, dit is echt niet normaal. Maar bijvoorbeeld dat knit jurkje die ik als eerst liet zien, die was €38. En ik had echt verwacht, nou, die zou wel €50 zijn of zo. Dus ik vond het best wel meevallen. Even kijken. Dan gaan we verder naar iets van de oude collectie. Maar ik dacht, het is ook alsnog wel leuk om te laten zien. Dit jurkje die was weer op voorraad gekomen. Dus ik dacht, weet je, ik bestel hem gewoon. Dat is dit soort jurkje. Ik wilde hem eigenlijk in het beige, want dat hadden ze ook. Maar die hadden ze niet meer in mijn maat. Dus ik ben voor de zwarte gegaan. En dat is dit zwarte off-shoulder jurkje. Echt super mooi zit hij. Dan zit hij zo helemaal strak om je lichaam. En die armen zijn dan helemaal van die flare mouwen aan het uiteinde. Ik vind deze echt heel erg leuk. Het is dus gewoon een heel simpel, kort, strak zwart jurk. Maar door die armen en die bovenkant is die wel weer echt heel erg leuk. Dus dat is deze. En deze was €60. En heb ik ook weer, als het goed is, in een XS. Even kijken. Ja, ook deze heb ik weer in een XS. En dan het zwarte jurkje van de vorige collectie met die mooie armen. Kijk, aan de bovenkant zit hij dus off the shoulder met zo'n extra flap. Vind ik wel echt heel erg mooi. En verder is die qua lengte ook gewoon prima. Deze vind ik wel echt heel erg leuk. Ik dacht, deze misschien leuk om mee te nemen op vakantie voor als je uit eten gaat of zo. Maar ik denk dat hij daar wel echt warm van is. Want het is best wel een dikke stof. Ik zou het dan eerder bijvoorbeeld weer in de herfst dragen of zo als je uit eten gaat. Maar wel echt een heel erg mooi jurkje. Dan gaan we weer verder met nog een bikini. En dat is deze. Dat is een zwarte. En deze is echt heel simpel. Maar daarom vond ik hem eigenlijk juist wel heel erg leuk. Het broekje ziet er heel klein uit. Maar oké, dit is het broekje. Het broekje is dus aan deze kant heeft hij gewoon normaal touwtje. En aan deze kant heb je een strik zitten. Dus kan je hem aan één kant verstellen. En ik vind dit altijd echt hele mooie broekjes. Die kan je zo naar elkaar toeschuiven. Maar je kan ze ook helemaal uitschuiven. Het is best wel een klein broekje. Ik heb deze in een maatje S. Heb ik deze. En daar hoort ook weer een topje bij. En dat is deze. Even kijken hoe die zit. Topje heb ik ook weer in een maatje M. En dit is het topje. Ook weer een triangeltopje. Maar in plaats van dat je hem aan de achterkant kan vastmaken, moet je hem dus aan de voorkant knopen. Ik hoop dat je het goed ziet. En aan de bovenkant heb je wel gewoon een normale. Deze vind ik ook echt heel erg leuk. Gewoon een simpel zwarte bikini. Maar doordat hij dan net op een andere manier geknoopt is, maakt het dan toch wel weer extra of zo. Dus dat is deze. En volgens mij was dit broekje ook weer €14,95 en topje ook weer €16,95. En de zwarte bikini, dezelfde als de bloemetjes bikini. Deze zit ook weer gewoon goed en mooi. Hier ben ik ook echt heel erg blij mee. Ik vind het wel heel erg leuk dat bandje hier aan de achterkant. En dat dat schikje dus van voor zit. Ook deze had op zich wel weer in een maatje L gekund. Maar een M zit op zich ook wel oké. En ja, het is gewoon een hele simpele soort bikini. Het broekje laat ik niet zien, want die is echt best wel bloot. Hij zit verder wel mooi. Ik ga hem lekker meenemen op vakantie. Maar voor op YouTube is het misschien een beetje te bloot. Dus vandaar alleen eventjes het topje. Maar met het topje ben ik ook echt heel erg blij. Dan gaan we verder met nog één ding wat niet van de collectie is. En dat is een zonnebril. Maar ik vond hem wel heel erg leuk. Dus ik dacht, ik laat hem gewoon zien. En dat is deze. Groot en overdreven. Maar ik weet het, ik vond het wel een keertje leuk om uit te proberen. En dat is deze. Het is een beetje zo'n soort pilotenbril modelachtig. En hij is echt heel erg groot. Oh my god. Dit kan echt niet. Hij is echt heel groot. Nou, op zich. Misschien als ik mijn haar los heb, dan valt dat wat minder op. Dan heb ik zo'n klein lullig knotje op. Maar oké, in ieder geval deze bril. Die wil ik ook nog eventjes aan je laten zien. Dan gaan we verder met een jurkje. En deze had je ook weer in twee kleuren. En ik twijfelde heel erg of ik de groene of de blauwe zou nemen. Want je had dus ook nog een blauwe. Maar ik heb zo meteen nog een andere blauwe jurk. Dus ik dacht, oké, dan neem ik van deze de groene. En dat is dit gehaakte jurkje. Het is een beetje een mintgroen kleurtje. Echt een heel lief kleurtje vind ik het. En het is gewoon een heel simpel gehaakt jurkje. Die je aan de bovenkant kunt knopen met twee touwtjes.
Het is echt het meest simpele jurkje ooit, maar ik vond hem wel echt heel erg leuk. Ze had er dan bijvoorbeeld knalroze hakken onder. En dat vind ik dan ook wel heel erg leuk om van die kleurtjes met elkaar te combineren. Dus dat is deze. En deze heb ik ook weer in een maatje XS. En ook dit jurkje was weer €38,95. En heeft echt een heel erg mooi gebreid stofje. Dus dat is deze. Dit is het gehaakte jurkje. Ik heb hier echt niet het goede ondergoed onder aan. Mijn BH die kruis in mijn nek en mijn string schijnt een beetje door. Maar ik vind het wel echt een heel erg leuk jurkje. Hij zit echt perfect. Hij sluit mooi aan. Hij is wel wat aan de korte kant. Maar ik zou dit denk ik toch of naar het strand dragen. Of bijvoorbeeld s'avonds met een leuke blazer eroverheen of zo. Het kleurtje vind ik ook echt heel erg leuk en mooi. Dat groene kleurtje. Ik ben blij dat ik die groene heb gekozen en niet die blauwe. Ja, hier ben ik wel echt heel erg blij mee. Het stofje zit ook echt... Stofje voelt ook echt heel erg lekker aan. Het is wel warm, maar op zich wel luchtig denk ik voor op vakantie. Dus hier ben ik heel blij. Dan de blauwe jurk waar ik het net over had. En deze had je dus ook weer in twee kleuren. In het groen en in het blauw. En ik had hem eerst in het groen in mijn winkelmandje gedaan. En toen ging ik afrekenen en toen dacht ik, nee, ik wil hem eigenlijk in het blauw. Dus ik heb de blauwe gekozen. En dat is een hele lange jurk. Ik vind deze kleur echt heel erg mooi. Voor de mensen die mijn vorige Hannah Schoenberg collectie video hebben gezien, die weten dat ik dit jurkje toen in het groen had. Maar dan de korte versie, want het heeft dus dezelfde achterkant als dat jurkje. En ik vond die achterkant zo mooi. Alleen dat jurkje was echt veel te kort, dus die heb ik toen teruggestuurd. En nu zag ik dus deze met diezelfde achterkant in die mooie blauwe kleur. In een lange versie, dat ik dacht van oké, die zal sowieso niet te kort zijn. Dus toen heb ik hem uitgekozen. Dus aan de voorkant gewoon heel simpel. Echt verder niks boeiends aan de voorkant eigenlijk. Maar de achterkant, die rug is gewoon zo mooi. Hij is helemaal open. Het loopt dus een beetje schuin. En aan de onderkant van de jurk heb je dus ook nog een hele grote split. Dat vind ik ook echt heel erg mooi. Ook deze heb ik weer in een maatje XS. En deze jurk was €60,95. Hier ben ik ook echt heel erg blij mee. Ik ben heel blij dat ik voor die blauwe heb gekozen. Ik vind het echt een mooie kleur. Dus zoals die. Deze blauwe jurk is zo mooi. Ik vind alleen deze kleur echt helemaal geweldig al. Oh, je kan hier ook je handen in doen. Dat vind ik ook wel leuk. Ik moet wel zeggen, hij is wel best wel warm. Of ik heb het gewoon warm van al het omkleden. Dat kan ook. Maar hij is wel best wel benauwd of zo. Ik heb weer niet goede BH aan. Sorry, je gaat het overal zien. Maar dit is de achterkant. Ik vind het zo mooi dat hij... rug helemaal open is. En die split begint echt al best wel hoog. Even kijken of ik jullie naar beneden kan zetten. Kijk. Die split begint best wel hoog. Maar ik vind het op zich wel mooi. Ik had verwacht dat ik echt een stuk van de jurk moest afsnijden. Omdat die veel te lang zou zijn. Maar hij past echt perfect. Ik vind deze jurk echt heel erg mooi. Echt heel leuk. Vooral die achterkant en dat kleurtje. Yes. Dan heb ik nog een bikini. En deze bikini had ik bij haar al op Instagram gezien. En die vond ik echt super leuk. En er hoort dus ook een heel erg leuk sjaaltje bij. Alleen die was ook echt binnen 5 minuten uitverkocht. Dus die heb ik helaas niet. Maar ik heb wel 2 verschillende broekjes erbij. Omdat ik niet echt wist welke ik mooier vond gaan zitten. Dus ik heb er 2 besteld. Maar ik ga wel even beginnen met de bikini top. Topje heb ik ook weer in een maatje M. En daar ben ik heel blij mee. En dit is hetzelfde modelletje als die zwarte bikini van net. Dus aan de achterkant... is hij gewoon helemaal, loopt hij door zeg maar. En dan aan de voorkant kan je hem strikken. Maar echt, kijk even hoe leuk dit bloemenprintje is. Lekker voor vakantie. Helemaal leuk. Helemaal zin in. Maar dat is dus dit bikini topje. Ook weer gewoon een triangle topje. En daar heb ik dus 2 verschillende broekjes bij uitgekozen. Ik heb allereerst dit broekje. Gewoon weer hetzelfde broekje als het zwarte broekje net. Ook deze ziet er best wel weer klein uit. Aan deze kant loopt hij gewoon helemaal door. En aan deze kant kan je hem strikken. Ook deze heeft weer dat schattige patroontje. Deze ziet er wel kleiner uit dan die zwarte, moet ik heel eerlijk. Dit is ook een S. En dan heb ik dus ook nog dit broekje. En die is ook in een S. Maar deze weer net eventjes iets groter. Ook aan de achterkant. Dit is een beetje die vorm van bij de label. Vind ik wel echt heel erg leuk. Dus ik ben benieuwd welke ik mooier ga vinden. Ik zal het straks allemaal tijdens de aanbeelden aan je laten zien. Ik moet natuurlijk ook allemaal nog zelf passen. Dus ik weet ook nog niet wat ik overal van vind. Maar dat is in ieder geval deze bikini. En dan alweer als laatst. Voor mijn gevoel had ik echt veel meer besteld. Maar er komen natuurlijk nog 2 dingen binnen. Dus misschien had ik dat in mijn hoofd al erbij gerekend. Maar een hele lange jurk. Deze vind ik ook zo mooi. En dat is deze witte jurk. Aan de voorkant heeft hij zo'n triangelvorm. En dan gaat hij met gevlochten touwtjes naar achter. En aan de achterkant zit hij nou ook echt super mooi geknoopt op je rug. En verder is het gewoon een hele lange
witte, simpele jurk. Maar ik vind deze ook echt zo mooi. Het is ook echt mooi als je dan lekker op het strand loopt, 's avonds op vakantie. Lekker bruin bent, mooie bruine rug. En dat je dan zo'n witte jurk aan hebt. Helemaal heel leuk. Dus dat is deze. Hier ben ik ook heel erg benieuwd naar. Dan de laatste jurk. Deze is ook zo mooi. Het is wel echt lastig om een goed aan de achterkant dicht te krijgen in je eentje. Maar op zich wel gelukt op zich. Deze BH moet je er ook weer onder uitdenken. Ik zou dit denk ik met boobtape dragen. Net zoals die andere blauwe jurk zou ik denk ik ook met boobtape dragen. Dat is wel het mooiste. Maar hij is zo lekker lang. En er zit hier dus ook nog een split aan de zijkant. Is wel wat te lang. Oh, er zit aan allebei de kanten een split. Zo leuk. Maar hij is dus wel wat te lang. Met hakken zou die op zich wel kunnen. Maar ik kan hem natuurlijk ook gewoon wat in laten korten. Want ik vind hem wel echt heel erg leuk. Hij zakt hier wel een beetje af. Maar dan moet ik gewoon eventjes iemand hebben die hem strakker kan maken. Want dat kan aan de achterkant wel. Verder vind ik het wel echt een hele leuke jurk. Dit waren dan alweer alle items die ik heb uitgekozen bij Naked van de Hanna Schoenenberg collectie. Ik hoop dat jullie het heel erg leuk vinden. Ik ben helemaal excited. Ik ga het zo meteen eventjes lekker passen. Jullie hebben dat tussendoor al kunnen zien. Ik ga het zo meteen pas zien. Ik hoop dat alles past en dat alles leuk staat. Vond je nou een leuke video? Vergeet dan geen duimpje omhoog te doen. Te abonneren op mijn kanaal. Met te volgen op Instagram om me in de gaten te houden voor de Naked kortingscode. En waarschijnlijk alle vakantiefoto's te volgen in al deze leuke outfitjes. Dus volg je me nog niet, ga dat zeker eventjes doen. Dan wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. En dan zie ik jullie snel weer.